soort feest is dit, hè? Een nieuw feest, ja. Een nieuw bestuur. Proberen weer iets op te bouwen in Dordrecht. En ik denk dat het heel goed gaat en heel goed verloopt. Dat we heel veel mensen binnen hebben. Dus ik denk dat dit toch vraagt om meer in de komende jaren. En dit is al een feestje vooraf, noemen jullie het, hè? Wij noemen het een feestje vooraf, ja. Om warm te lopen voor het carnaval. En wat is het thema? Het thema van Dordt is in Ooi en Roomschat gaan we naar de apres-ski. En dat willen we eigenlijk overal terugzien. Op de feesten, in de optocht. En eigenlijk ook langs de optocht van de Dordtenaren. En het kan heel laat worden. En u heeft ook gasten uit het buitenland? We hebben gasten uit onze partnerstad Recklinghausen en ook van onder de Moerdijk. We zijn met een bus hier naartoe gekomen met 50 man. En alle carnavalverenigingen zijn vertegenwoordigd. Die hebben we allemaal aangeschreven. En met 50 man zijn we hier naartoe gekomen. We zijn ontvangen door de burgemeester in het raadhuis. En hebben we lekker eten gehad. En dan feesten we hier. En we gaan vannacht weer naar huis. Wordt hier anders carnaval gevierd dan in Recklinghausen, dan in Duitsland? Nee, hier wordt natuurlijk super gefeest. Iedereen met iedereen. En in Recklinghausen is het wat groter. Maar hier is het compacte. Iedereen met iedereen viert hier carnaval. En dat is natuurlijk het mooiste wat wij vinden. Carnaval is 24, 25, 26, 27, 28 februari. Laatste weekend van februari dus. En dan gaan we echt helemaal los ook. Voor die tijd hebben we ook wat sociaal werk binnen de revue-instellingen, verzorgingstehuizen, waar we een heel programma brengen om de mensen een avond te vermaken. De sleutel van de stad, gaat die nog door de burgemeester overhandigd worden of is die al weg dan? Ik heb gisteren een mail gehad van het kabinet van de burgemeester. De burgemeester neemt vrijdagavond afscheid. Dus de burgemeester mag niet de sleutel meer uitreiken. Maar mevrouw Rijnvaan gaat die taak vervullen. Die gaat de sleutel overhandigen aan de grote prins en aan de kleine prins. Doort u weer een beetje dat ouderwetse carnavalsgevoel over zich? Dat hoop ik wel, maar er is nog een hele lange weg te gaan. En daar zijn we mee aan het werk. Ja, jezelf achterin, maar kom op!